slimste band. De slimste band. Ziet er tamelijk eenzaam uit, kan niet anders zeggen. En de slimste band, volgens Carolien was er een mooie variatie op dit thema. De slimste band is degene... De slimste band is als je als eerste bent. Zo is het. Ja. En nou ja, Emmy, hallo daar. Hallo. Hallo. Je bent hier al eens geweest, toch? Ja, dat klopt. Echt een paar weken terug bij Karsten in de show. Ja. En zit je toevallig in de buurt ook? Ik zit zeker in de buurt, ja. Ik zit in de live room. Ja. Maar ik bedoel, woon je ook in de buurt? Oh, nee, ik woon zeker niet in de buurt. Ik woon helemaal in Emmeloord, in Flevoland. Lieve hemel! Ja. Emmy, dan is er nog een kleine stap. Hè? Emmeloord, Emmyloord wordt. Ja, zo word ik ook genoemd op school. Dat is mijn bijnaam. Ja, zeker. Ik denk, nou ben ik toch origineel, jongen. Nou ga ik het er even... Dacht ik ook. Nee, helaas. Nou ga ik het er even wijdbeens bij staan bij deze geweldige woordspeling. Maar je wordt al zo genoemd. Okay. Ja. En Emmy Award is ook al naar je vernoemd, zeker? Ja, die heb ik ook al heel vaak gehoord. God, voor een boot ons te vloeken, zeg. Nou. Emmy, wat ga je spelen? Ik ga een eigen nummer spelen en dat heet What's Going On. Maar dan een uitgeklede versie, want ik ben hier lekker alleen met mijn piano. Dus, ja. Ja. Normaal is het wel met de hele band. Hoe heet je band? Ja, mijn band die heet gewoon Emmy. Dus het is echt mijn band. Ja, vernoemd naar mijn eigen naam. Ja, heel goed. Ja, precies. En normaal spelen we wel inderdaad met de hele bezetting. Maar nu even niet, omdat het een beetje last minute was. Maar alsnog hartstikke leuk om een andere versie te doen. Een beetje erg. Nou ja, we verwachten nog tientallen bands, dus het kan nog lang onrustig blijven. Ja. Emmy, in elk geval fijn dat je What's Going On even bij ons live wilt spelen. En ik dacht even, het zal toch niet Marvin Gaye zijn. Maar nee. Nee, het is niet Marvin Gaye. Het is toch echt Emmy. Oké. Okay. Live bij Radio Veronica. Emmy! Emmy! Dankjewel. That it was okay. I always knew that we weren't made for each other. No, I never called you my lover. All these things that you just can't deny. Oh, I know we never ended up here in the first place. And I know we were crying, slowly dying on the inside, but nobody knew what's going on. And on, am I really that strong? Told you that it was okay to go out there and break my chains. I can't fall for your love anymore. Oh, we never knew what's going on. Wanted to be a family is what we are. Without them, my world just falls apart. What's going on and on? I don't.
Dankjewel. Ja, de luisteraars zijn enthousiast, Emmy, kan niet anders zeggen. Oh, wat leuk om te horen. Ja, de eerste vier die ik net heb opengeklapt, die zeggen allemaal, klinkt super. It's Hiemstra bijvoorbeeld, Vince is er blij mee. Ruud zegt, oh, ze kan ongelooflijk goed zingen. Ja, Carola ook. Carola vindt het ook mooi, echt mooi. Ja. Superleuk. Ja, dit was geen verspeelde tijd om deze kant op te komen. Nou, gelukkig maar. Ja. En er is ergens in mij, heb je het zelf geschreven ook, het liedje? Ja, ik heb het helemaal zelf geschreven. Er is één liedje waar ik onmiddellijk aan moet denken. Weet jij aan welk liedje ik onmiddellijk moet denken? Nou, ik hoop niet What's Going On van Marvin Gaye. Nee. Het is een Nederlandse band waar ik heel... Ik bedoel, ik niet van, nee, je hebt het gekopieerd, maar gewoon een liedje. Rondé, toevallig? Nee. Mag ik raden? Want ik denk dat wij aan hetzelfde denken. Ja, heb je zelfs een nummer in gedachten? Ja, ik heb een nummer in gedachten. Ja, ik denk namelijk aan Cressip met I Would Stay. I Would Stay. Yes. Oh, jeetje. Ja. Oh, wat gaaf. Ja, ik vind Cressip, ik vond dat als een jong meisje al super tof en nu nog steeds. Dus dat is een compliment. Dankjewel. Ja, ik snap waar je vandaan komt inderdaad. Ook met je die akkoorden en zo. Ja, de sfeer. Ja. Maar jij zit meer in de Rondé-sfeer. Ja, onder andere. Ja, ik eigenlijk, als je dit lied in het hele band speelt, ik ben echt meer een beetje pop-rock meisje, zeg maar. Maar ik vind het ook wel heel tof om het liedje zo uit te kleden en echt wat meer die poppy kant te laten zien. Cressip is natuurlijk ook gewoon super poppy. Ja. Dus ja. Nou, blijft overeind in elk geval, Emmy. Yes, top, dankjewel. Ja. Dankjewel dat je naar onze studio kwam. Ik vond het hartstikke leuk. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Het was een goede actie van je, want je was de eerste. Super.